Bij een perfect serve moet eigenlijk gewoon alles perfect zijn. Het gaat natuurlijk ook om het drankje in het glas, maar het gaat ook om het glas. Het gaat om de garnering erbij, het gaat om de sfeer in de bar, om de bartenders. Maar als het drankje bijvoorbeeld warm is, dan bestel je ook geen tweede. Dus alles moet spot on zijn. Niet alleen gebruiken we onze koelingen voor het koud bewaren van onze frisdranken en bier, maar ook onze garneringen blijven op die manier gewoon lekker vers. Onze siropen blijven goed en onze glazen die bevriezen mooi in onze glazenvriezer. Nou, ik zweer echt bij de glazenvriezer. Het is namelijk een super uitvinding, vind ik. Niet alleen omdat het lekker snel koelt, dus glazen die warm uit de vaatwasser komen, gepoleerd en al, kunnen erin. Maar het scheelt ook gewoon een extra stap voor mijn bartenders. Normaal gesproken, als je een cocktail shakt, dan breng je de temperatuur naar beneden. En dan moet je eigenlijk gewoon de glazen met crushed ijs weer gaan voorkoelen. Nou, dat duurt even voordat de temperatuur bereikt is. En vervolgens moet je het weer leegmaken. Het smeltwater verwatert de cocktail weer. Dus als je op zoek bent naar die perfect serve, dan helpt een glazenvriezer echt ontzettend goed daarbij. Niet alleen onze cocktails serveren we uit in bevroren glazen, maar ook onze glazen voor bier, frisdrank en wijn serveren we in bevroren glazen uit de glazenvriezer. Maar sommige rode wijnen die kan je op kamertemperatuur of gekoeld serveren. Nou, als je nou je wijn gewoon op kamertemperatuur bewaart, maar het uitserveert in een gekoeld glas, dan heb je alsnog die temperatuur goed te pakken.